Yo kijkers van Doe Maar Gamen! Vandaag gaan wij een kijkje nemen naar de allerraarste, leukste, grappigste of misschien wel engste Halloween kostuums die er ooit gemaakt zijn. Zoals jullie wel weten, sommige mensen die hebben hele aparte Halloween kostuums, sommige mensen hebben hele basic Halloween kostuums. En daarom leek het mij een supergoed idee om deze video te maken. Jongens en meisjes, knal natuurlijk massaal even die like op deze video. Dat zou ik super dope vinden. Hashtag de gekke squad. En laten wij eens even gaan beginnen met het bekijken van de allerraarste, leukste, grappigste of misschien wel meest originele Halloween kostuums die er ooit gemaakt en gedragen zijn. Let's go! Oké, jongens en meisjes. Het allereerste Halloween kostuum is zeker weten heel origineel en grappig. Dit is namelijk niet Heisenberg, zoals je uiteraard wordt genoemd in Breaking Bad, maar dit is Heisenburger. Oftewel, Heisenberg, de hoofdkarakter van Breaking Bad, met zijn zakje crystal meth, verkleed als een hamburger. Super dope. Het volgende Halloween kostuum dat is Hawaiian Punch. En dat is dus een soort van... Oh, ik snap hem al. Het drinken heet Hawaiian Punch. Oftewel Hawaiiaanse sap. En vervolgens hebben ze ook nog eens bokshandschoenen aan. Omdat er namelijk punch in de twee woorden voorkomt. Super dope. What the fuck? Oké, literally. Stel voor je zou tijdens Halloween door de straten lopen en je ziet in één keer een man met een hele lange baard verkleed als Dora met een toverstok en een brilletje langs je heen lopen. Geloof me, dat is even schrikken. What the fuck, mate? Vervolgens hebben wij iemand die het een origineel en leuk idee vond om verkleed te gaan als ei tijdens Halloween. Oké, als zij verkleed gaat als ei, dan ga ik wel verkleed als een stukje bacon en kunnen we samen als ontbijt over straat lopen, denk ik. Super goed plan, toch? Vervolgens hebben wij hier Baby Northwest, wat een chick is met allemaal swag kleding. Ze heeft een dik goud kompas om haar nek hangen, met een mooie gouden speen, met vervolgens een hele mooie paarse zonnebril, of een andere rare bril. Dit zijn van die typische deal with it brillen. Hier hebben wij iemand die is denk ik verkleed als Potion Ivy, of een ander karakter. Ik snap alleen niet waarom ze een speen in haar mond heeft. Waarschijnlijk omdat ze namelijk een babyvorm ervan moet voorstellen. Het lijkt me daarentegen best wel eng om tijdens Halloween in één keer een vrouw langs je heen te zien lopen met allemaal blaadjes in haar en een speen in haar mond. Dat lijkt me best creepy. Vervolgens hebben wij hier meiden die verkleed zijn als donuts. Want waarom zou je nou weer verkleed gaan als een ontbijtje, oftewel een eitje of een stukje bacon, wanneer je ook verkleed kan gaan als donuts? Oké. Deze vind ik oprecht heel geniaal. Velen van jullie zullen waarschijnlijk wel de rockband Kiss kennen. Nou jongens en meisjes, deze mensen die zijn niet zomaar verkleed als Kiss. Deze mensen die zijn verkleed als French Kiss. Bedoemtsch. Oké. Deze snap ik niet helemaal. Als jullie hem wel snappen, kunnen jullie het in de comments achterlaten. Dit is een vrouw met ongelooflijk grote, best wel uitstekende, zeer waarschijnlijk knijpbare handen. Haar handen zien er echt heel goed uit. Haar titel ook daarentegen. En ze heeft een of ander jurkje aan waar allemaal dingen op zijn geschreven. Oké, over, pardon, gesproken. Dit is een stelletje, die zijn verkleed als Assault en Battery. Oftewel, ze zijn verkleed als zout en een batterij. Ik ga ook altijd als een batterij over straat tijdens Halloween. Supergoed om mensen mee bang te maken. Vervolgens hebben wij hier iemand die is verkleed als Ceiling Fan. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat dat moet betekenen. Ze kijkt er in ieder geval wel heel erg blij bij. Dus het zal wel een goed teken zijn. Oh my god. Hier hebben wij iemand die is verkleed als Spice Rack. Oftewel, een rekje voor specerijen. En zoals je die man kunt zien, hij is heel erg blij met zijn BH met specerijen erin. Het is in ieder geval wel een heel spicy grappie. Snap je hem? Spicy, omdat hij namelijk specerijen bij zijn... Nee, niet grappig. Oké. Hier hebben we iemand die is verkleed als fantasy voetbal, oftewel een rugbier met een beetje fantasie erdoorheen gemixt, met een mooie toverstaf, met een mooi helmpie. Super awesome. Oh my god. It's raining cats and dogs is uiteraard een Amerikaans of Engels gezegde. En deze vrouw die nam dat gezegde wat letterlijk, want zij heeft zichzelf namelijk verkleed als prinses met allerlei hondjes en katjes. Geen idee waarom ik bij dat woord naar mijn titel wijs. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Om zich heen. Best apart. Vervolgens hebben wij hier iemand die verkleed is als Dust. Oftewel Stof Bunny. Stofkonijn. Ze kijkt een beetje enger bij. Maar ze is in ieder geval heel erg blij met haar stof. Stofstok. Ik weet niet hoe je dat anders moet noemen. En haar flesje bier die ze tussen haar arm draagt. Oh my god. Hier hebben we mensen die zijn verkleed als Spelling Bees. Ik ken dat geloof ik nog van een episode van Ned's Survival Gids op Nickelodeon. Geen idee waarom ik daar in één keer aan denk. Maar dan heeft er zeiden, dit zijn een aantal grappies die zijn verkleed als bijen. Spelbijen. Die dus spellen. Vandaar ook spelbijen. Je snapt hem. Super. Hier is iemand verkleed als een pot brownie. En ja, pot staat inderdaad voor smoke weed every day. En als we nog niet genoeg hebben gehad over pot, is hier iemand die is verkleed
verkleed als pothead. Oftewel, hij heeft een pot op zijn hoofd. En hier hebben we iemand, die is een deviled egg. Een devil, ja, je snapt hem. Devil van duivel en een ei van een ei. Oh mijn god, waar gaat het naartoe met de mensheid? En hier hebben we iemand, die is verkleed als een party animal. Als jullie hem niet snappen, ik snap hem wel. Party animal, oftewel facebeest. Hij is een beest en die feest viert. Vandaar ook party animal, oftewel facebeest. Geen idee waarom ik überhaupt de betekenis ervan uitleg. Het is in ieder geval een heel feestig apie. Laten we het daar maar even op houden. What the fuck? Oké, hier is iemand verkleed als sinaasappelsap. En zoals jullie waarschijnlijk wel begrijpen, het is dus in dit geval niet orange juice, maar het is dus juice van joden. Oranje joden dus. Oké. Oh, deze is ook... Hier zijn twee mensen verkleed als serial killer. Serial killer betekent natuurlijk seriemoordenaar in het Engels. Maar we hebben dat iets te letterlijk genomen. Namelijk serial van ontbijt en killer van moordenaar. Grappig. Heel leuk. One night stand. Even voor de duidelijkheid. Ik ga niet uitleggen wat een one night stand is. Wil je dat weten? Zoek het op of zo. Zorg dan natuurlijk wel voor dat je daarna even je geschiedenis wist op je pc. Voordat iedereen gaat denken, wat de fuck heb jij nou weer gegoogeld? Dat even terzijde. Hier is iemand dus verkleed als een one night stand. Oftewel, hij is een nachtkastje. Oh man. Je zou maar de hele dag met zo'n ding om je nek moeten lopen om te bewijzen hoe grappig je kunt zijn tijdens Halloween. Ja hoor, hier is iemand verkleed als Eminem. Zowel de rapper als het snoepje. Super episch. En hier is iemand verkleed als Candy Rapper. Oftewel een rapper met snoep ook. Oh mijn god, waar gaat het naartoe met de wereld? En hier hebben wij Play-Doh. Maar in dit geval niet Play-Doh, maar Play-Doh. Een beetje gemixt met Play-Doh. Oftewel dat klei-merk wat ik vroeger altijd op had. Omdat het namelijk heel erg lekker leek vanwege al die woeste kleurtjes. Oké. Nou ja, jongens en meisjes, dat waren dus de, laten we zeggen, meest letterlijk genomen Halloween kostuums ooit. Er zaten hele grappige bij, er zaten wat minder grappige bij en sommige die begreep ik niet eens. Maar holy shit, respect naar de mensen die al deze concepten hebben weten te bedenken. Ik zou het waarschijnlijk niet zo 1, 2, 3 kunnen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vond jij dit nou een leuke video om naar te kijken? Vergeet dan zeker weten niet even die like te knallen. Laat mij hier beneden in de reacties weten welk kostuum jullie het vetst, het origineelst of misschien wel gewoon het grappigst vonden. Bedankt voor het kijken en dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen, excuseer mij, ik ga even wat heerlijke Play-Doh klei eten. Doei!